Jawel, Sinterklaas is in het land en eigenlijk ben ik best wel zenuwachtig, want ik heb zo een interview met de Goedheiligman en dan gaan we hem een aantal vragen stellen. Ja, ik ben eigenlijk best wel zenuwachtig, want het is niet wat minder. Sinterklaas? Ja? Sinterklaas, hoe was uw ontvangst vorige week? Overweldigend. Wat heb ik genoten? Ja, prachtig. Ja? Al die lieve kinderen. En er waren heel veel kinderen die waren mooi verkleed. En dat noem ik dan echt de hulp, Pieter. Ik was er heel erg blij mee. Ja, top. Geweldig. Volgens mij 200 Pieter. Ja, meer nog dan 200 Pieter. Ja, geweldig. Ja? Ja. Wat vindt u eigenlijk van Hengelo? Hengelo vind ik elk jaar een super belevenis. Ik geniet er elk jaar van. Iedere keer gaan we naar de intochtstad en we gaan zo snel mogelijk door naar Hengelo. En meestal komen ze op de tweede plaats, hè? Ja, zeker. Geweldig. Ik wil niet veel zeggen, hè? Ja. Maar het beeld is weg. Is zwart. Nee, maar ik heb hem hier nog steeds. Kijk, dat is niet voor de pas. Dat is echt een camera. Oh, ja, ik ben blij dat het beeld toch staat. Ja. Wat vind je eigenlijk van Hengelo? Nou, Hengelo is een van de mooiste steden van Nederland. Ik zou zeggen, Sinterklaas is een hele kleurrijke stad. Ja, het is echt. Kijk maar eens even naar die mevrouw. Hè. Ja. Elk jaar weer een feest om haar te mogen ontmoeten. Heeft u zelf eigenlijk ook een verlanglijstje? Zeker. Ik heb een verlanglijstje en dat kost geen geld. Sinterklaas. Luister, als wij het verlanglijstje van Sinterklaas moeten invullen, dan zijn we met 6 december nog niet. Nee, dat duurt even. Laat het houden op een kleurrijk lijstje. Ja, dat komt helemaal goed. Mag ik u bedanken? Ja, maar of had u nog een vraag? Nog één vraag? Nog één. Wat kunnen de mensen allemaal nog verwachten van u? Dat is te veel om op te noemen. Hè? Ja. Wij gaan nog verschillende bedrijven bezoeken. We gaan nog instanties bezoeken. We gaan naar het ziekenhuis. We gaan naar zorginstellingen. Ze mogen bij u thuis komen. Ja, ze mogen thuis komen. In het huis van Sinterklaas. We gaan de kerk nog bezoeken. Te veel om op te noemen. Ja. Hengelo is wat dat betreft gedaan. Nou, fantastisch. Ik ga u bedanken. Dank voor uw gastvrijheid. Een bruisende stad. En met verlanglijstje heeft u ontvangen? Jazeker, ja, natuurlijk. Wij maken geen onderscheid in het leven. We hebben een extra boek te vragen.